Er is een gebrek en tekort aan kwalitatieve vaardigheden bij mensen die in de watersector werken. Om deze vaardigheden aan te brengen of te verscherpen, is door Waterforum Suriname de opleiding Integraal Waterbeheer in het leven geroepen. Deze opleiding is opgericht in samenwerking met de UNDP, Global Climate Change Alliance, de Europese Unie en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Manoj Hindori, voorzitter van Stichting Perinatale Interventies en Onderzoek in Suriname, Perisuur, zegt dat deze opleiding gedetailleerd is gemaakt voor de watersector in Suriname. Om een sector vooruit te brengen, om capaciteit te bouwen, om het mooi te zeggen, heb je kennis nodig. En we merkten toch wel dat veel mensen op zoek waren naar die kennis. Waar haal je die kennis nou precies vandaan? Natuurlijk kun je af en toe online kijken wat er te halen is. Maar je kijkt toch ook naar een gestructureerde vorm van opleiding. Vooral die op maat van Suriname, de Surinaamse watersector, gesneden is. En wij van Waterforum Suriname hebben gezegd, we gaan zo'n opleiding in elkaar zetten. Zodat de belangstellenden daar wat aan hebben. En ik kan u al zeggen, zoals vandaag gemeld is, de belangstelling is overweldigend. Echt overweldigend. Veel meer dan wij gedacht hadden. In totaal hebben niet minder dan 400 mensen zich nu al opgegeven voor de opleiding. En het gaat maar door. Hindori stelt verder dat het op gang brengen van waterwetgeving heel belangrijk is voor Suriname. En daarom ook gepaard gaat met de opleiding. Het ligt in de bedoeling om te werken aan een conceptwet oppervlaktewaterbeheer die eind augustus overgedragen moet worden aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen die dit verder zal moeten begeleiden. En Suriname heeft tot nu toe 3 conceptwaterwetten in elkaar gezet. Die zijn op het gebied van grondwater, beschermen van onze grondwaterbronnen, die zitten onder de grond. Daaruit halen we ons drinkwater. Maar die bronnen moeten beschermd worden, anders krijg je vervuiling van die bronnen en daarmee verpesten we onze eigen drinkwaterbronnen. Dus die wetgeving die er tot nu toe is, 3 wetten, kwaliteit van drinkwater ook en de omgeving van waterbronnen veiligstellen. Die 3 wetten zijn nog steeds niet aangenomen. Ze zijn nog niet bij de DNA in behandeling. En daar willen we in deze module van Water Governance ook aandacht aan besteden. Hoe kunnen wij als partijen in die watersector het zover zien te krijgen dat die waterwetten, die conceptwaterwetten, op de agenda bij de DNA belanden. Waar het erover moet het de route van goedkeuring door de technici, de ambtenaren, de beleidsmakers, moet het naar de Raad van Ministers, krijgen we de Staatsraad voordat het bij de DNA is. Hindori zegt dat het in de bedoeling ligt om verder te gaan met deze verkorte studie op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In de toekomst hoopt Hindori dat deze opleiding of elementen ervan opgenomen kunnen worden in het onderwijscurriculum op vooral hoger beroepsonderwijsgerichte opleidingen. Deze opleiding Integraal Waterbeheer duurt een maand.